Goede ochtend, middag, avond mensen. Welkom terug bij een nieuwe Eredivisie-kantine. Vandaag gaan we weer een paar hele mooie dingen behandelen. Zo gaan we het vandaag hebben over de VAR. Gewoon een heerlijke VAR-discussie. Wie wil dat nou niet? We gaan het ook nog even over onze toekomstige amateurclub Vitesse. Verder gaan we nog voorbeschouwen op Ajax Vojvodina. Morgen. Of vandaag natuurlijk is, ligt aan wanneer deze podcast online komt. Hetzelfde geldt voor Go Ahead tegen Brann. En we gaan ook alvast een klein stukje voorbeschouwen op PSV tegen Feyenoord. Welkom bij een nieuwe Eredivisie-kantine. Yes, en vandaag heb ik weer een paar leuke gasten meegenomen. Zo ben ik natuurlijk ook weer met onze co-host, Jason. Hallo. En ook onze Twente-fan Dimitri is er vandaag bij. Hallo. En dan hebben we twee andere gasten. Ik had helaas een Vitesse-fan gewild vandaag. Ja, die bestaan echt, ik weet het. Maar die heeft helaas niet gereageerd op mijn berichten. Dus hebben we een Heerenveen-fan geregeld, Lars. Hallo. Welkom. Welkom En uit. we hebben een Sparta-fan. Ja, leuk, fijn dat een Sparta-fan in dezelfde podcast. Luc, welkom. Hallo, ja, dankjewel. Yes, laten we dan maar gelijk beginnen met een stukje VAR. Nou, ik ben benieuwd. Wat is jullie mening over de Ik VAR? hou van de VAR. Ja? Het is altijd een hele mooie soap. Ja, echt. Ja. Het ligt er wel aan welke situatie, want bijvoorbeeld als nu het wel een beetje kinderachtig, soms als het een beetje buitenspel staat, bijvoorbeeld een teen buitenspel, en dat hij dan gelijk wordt Ja. afgekeurd. Ja, het kan ook erger, hè? Ik had het de vorige podcast ook over. Onze grote vriend Lukaku. Die stond met een bepaald lichaamsdeel buitenspel. Ja, dat is een beetje. Ja, mijn club is Ja. gepromoveerd door de VAR, dus ik mag niks zeggen. Ja, klopt. En dat was in 2018. Ja, Was toen had eigenlijk Sparta in nog het. twee panels kunnen krijgen, dus ja. Dat was Ja, het dat tweede ging jaar niet van de heel lekker. VAR. Ja. Maar Ja. het heeft ook goede kant, toch? Of vinden jullie van Hij heeft niet? zeker een goede kant. Ik vind wel dat de arbitrage midden Dit fout voor maakt. goede. Nou, het is gewoon het probleem dat het wekelijks een rubriek is, waar dan ook, of het ESPN is, of een of andere podcast bijvoorbeeld die wij nu opnemen, dat we er continu Ja. over moeten discussiëren, omdat wij daar eigenlijk nooit een hol van snappen gewoon. Dus iedere keer, het is eigenlijk gewoon willekeur, zou je ook kunnen zeggen. Het probleem van de VAR is denk ik ook wel dat al die regels die zijn zo interpretabel dat het gewoon per VAR scheelt. De ene keer is Exact wel is het ook. iets hens, de andere keer is dat niet zo. En Ja. ja, maar de VAR maakt ook elk weekend wel twee of drie fouten. Ja, dan ga je het er ook altijd over houden. Maar Of ik vind ook wel dat de farmomenten zo lang duren. Ja. Maar ja, weet je, als de juiste beslissing genomen wordt uiteindelijk, dan maakt het natuurlijk niet zoveel uit. Maar ja, er is natuurlijk nog altijd heel veel discussie over, omdat het eigenlijk meestal discutabel is. Maar Eigenlijk altijd wel. ik vind het ook raar dat de Eredivisie het wel heeft en de Keukenkampioendivisie bijvoorbeeld niet. Want op vrijdag is er maar één Eredivisiewedstrijd. En nu heb je zelfs dat de KKD niet alles meer op vrijdag heeft. Dus dan zou je dat daar toch ook prima kunnen invoeren, is mijn mening. Ja, maar je moet wel dan de mensen daarvoor hebben. Ja, maar dat En zal je de zou KNVB toch nodig ongetwijfeld wel hebben. Ja, hebben. Ja, maar dat die is moeten wel allemaal ook opgeleid zijn. En het kost ook allemaal weer centjes, natuurlijk. En ja, dat is dus, speelt wel een rol, denk ik dan. dat denk ik ook wel. Want het is er natuurlijk ook. Heb je echt. Tuurlijk, je hebt eigenlijk overal al een keer VAR nodig. Bij elke wedstrijd heb je al zo'n moment. Ook waar geen VAR aanwezig is. Je hebt zo'n moment van. Ja, als de VAR hier was, hadden ze hier ingegrepen. Maar heb je echt een VAR nodig bij een Telstar Top Os? Met alle respect aan die Nee. clubs trouwens. Nou, met oprecht, ja, in de Keukenkampioendivisie heb je het nodig. Heb je wel eens gezien wat voor penalties er gegeven worden in de Keukenkampioendivisie? Nee, die heb ik wel gezien, ja. Ja, Er worden maar ja. soms penalties gegeven. Dan bijvoorbeeld. Welke wedstrijd was dat? Volgens mij een wedstrijd van Willem II, dacht ik. Dan wordt zo'n speler niet Oh eens ja. geraakt, gaat liggen, krijgt een strafschop, wordt niet eens geraakt, hè?
Dan kan, ja, ik ook wel eens aan de penalty's noemen van Ajax, die worden zomaar gegeven terwijl niks is. Ja, dat is bij ook. En dan, dan gaat de VAR ook niet in. Ja, maar dat is topclub. Nou, de gemiddelde penalty of rode kaart die niet gegeven wordt. Ajax is geen topclub. Anderzijds wel. En mijn NAC bijvoorbeeld. NAC had rood moeten hebben, VAR doet helemaal niks. Eens. Ja. En de andere keer, ik kan me nog wel een wedstrijd herinneren waar ik zelf bij was. Er was weer Sparta bij RKC uit. Niemand zag dat er een hand werd gemaakt. Of wat was het? Een klein licht overtredingetje of zo. Opeens wordt de scheids naar de schermpje geroepen. En opeens gaat die bal op de stip. Ja, wij hadden geen idee eigenlijk. Ja, maar het wordt ook altijd zo snel uitgelegd in de stadions. Je weet gewoon niet waarvoor ze gaan kijken. Dan moet er al iemand op de tribune op een telefoon kijken op Ziggo Go of zo naar ESPN. Ja, maar dat wordt veranderd, hè? Daar zijn ze mee aan het testen. In de beker gaat dat veranderd worden in ieder geval. Ja. Vanaf de achtste finale was het toch? Ik weet niet of dat gaat werken, maar dat gaan we meemaken. Ja, in ieder geval. Dat wordt getest en dan wordt het later volgens mij uitgebreid als het überhaupt werkt. Ja, maar de vrouwenvoetbal, toen vond ik het cringe. Ja, dat is vrouwenvoetbal sowieso. Ja, maar dat Engels van sommige scheidsrechters, dan loopt er zo'n Chinees. Ik ga even de boel uitleggen. My decision is no penalty. Ja, dat dus. Nee, maar... Ja, het is wel. Ja. Dat was een samenstelling, vind ik, maar ook wist het niet, dus... Ja, het... Maar je zet nou toch ook sowieso al... Ik kom niet super vaak in het stijl, want ik woon best wel ver af van Feyenoord. Maar je hebt nou toch ook altijd... Was het vaak tijdens Feyenoord RKC, kon ik dat zien. Heb je op de borden, in ieder geval in het stadion die je hebt... Dus ja, dus waar het scoreborden... Staat nou toch ook sowieso altijd... VAR kijkt naar penalty of zo. Er bestaan ook nog clubs op de wereld die luxe dingen niet hebben. Nee, klopt. Zoals Emmen, Telstar, Helmond Almere. Almere City. Oh ja, zo. Toen Emmen nog in de Eredivisie speelde, had je geen idee bij je thuiswedstrijd hoor. Dan liep zo'n scheids aan zo'n VAR-scherm. Dan vroeg ik aan zo'n medesupport van, ja, waar gaan we kijken? Ja, ik heb geen idee. Maar betaalt ze dus echt op de ouderwetse manier. Ja, daar lopen ze nog verder. Heeft ook alweer iets, hoor. Anders zijn nog steeds die mandjes, hoor. Ja, die mandjes hebben ze nog steeds. Wel mooi, vind ik. Maar ze hebben tegenwoordig ook een echt scorebord. Ben ik achtergekomen. Echt? Oh. Ze hebben een LED-scorebord, hè? Oh? Ik heb dat nog nooit gezien. Ze weten alleen nog geen idee hoe dat ding werkt, volgens mij. Want toen ik daar was, werd het Emmen-logo steeds kleiner op een gegeven moment. Echt? En dan heb je zo'n luxe ding. Dus je hebt zeg maar dan zo'n spelersfoto maken. Ja, transparant, zodat je er nog een leuk achtergrondje kan maken. Telstra die doet gewoon de spelersfoto. Laten we gewoon helemaal erop zien. Dan zie je er gras achter. Oh ja. Ja. Nee, maar... Als jullie één ding zouden willen veranderen aan de VAR, wat zou dat zijn? Het zou gebruiken als in het hockey. Duidelijker en een maximale tijd om naar te kijken. Het gebruiken zoals in het hockey. Dat je maar één keer de VAR mag inroepen. Dat zou kunnen. En ik het wel mee eens, want ja, dan ga je natuurlijk echt kijken wat echt doorslaggevend kan zijn. En niet iedere keer in onzekerheid kijken wat er nou aan de hand is. En als dat dan één keer per helft is of één keer per wedstrijd, dan mag de KNVB bepalen. Ja, maar gaat het dan dadelijk ook niet zo zijn? Kan natuurlijk met alles zijn, maar dat je dan iets hebt. Spelen, dat je als trainer merkt dat het niet helemaal goed gaat. Dus je geeft, ik pak even een voorbeeld. Farioli, die merkt dat helemaal niet goed gaat tegen RV thuis dadelijk. Dus hij zegt tegen Guy, die erin staat, zegt hij... Ben ik bij trouwens, moet ik even zeggen. Wat zei je? Ik zit in het uitvak. Oh, ja. Dan zegt hij tegen Guy dadelijk van... Ik moet even tegen Forbes zeggen dat hij dadelijk even zwaar moet maken in de 16. Dan kunnen we aan de VAR vragen of de penalty is. Kunnen we heel even bij elkaar komen om even teambespreking te doen. Maar dat is toch dom, want dan heb je je VAR-moment verspeeld. Als je bijvoorbeeld, je komt 1-0-8 tegen Heerenveen, ja, dan kan je misschien wel goed gebruiken als er een cruciaal moment is. Met dat wel, maar dus ja, je weet de wedstrijden zoals Feyenoord, NAC, dus best
kan best wel gewoon de wedstrijd worden wat 5-0. Dat eigenlijk 5-0 staat na 86 minuten, bij wijze van spreken. Dan heb je hem eigenlijk helemaal niet nodig gehad, natuurlijk. Moet je niet tegen de NAC supporters zeggen trouwens, als je 5-0, dan worden ze boos. Dat ja. Mag je sterker gaan wensen voor komend seizoen. Ja, die hebben toch verloren. Ze hebben toch verloren van een amateur. Zeeuwse elftal met 0-1. Ja. Maar daarvoor hadden ze ook al 0-0 gespeeld tegen een amateurclub. Ja, Unitas of zo. Unitas 30. Oh, het Vorkum. Ja. Ja, dat heb ik meegekregen. Het was best oké, toch, nog van vroeger. Maar het is eigenlijk steeds... Ik moet zeggen, toen bij Emme Sparta, toen die twee fouten nog gemaakt werd, dan dacht ik van, oké, weet je, de VAR is net nieuw. Misschien gaat dat er nog uit. Maar dat is er eigenlijk nooit uitgekomen. Dus dat vind ik juist zorgelijk. Ja. Die fouten gemaakt. En dat... Ja, toen ook... is ook weer bij Sparta. Toen hadden ze wel het voordeel. Het was de wedstrijd dat Heracles uiteindelijk naar de play-offs moest. Voor lijfsbehoud. Toen maakte Sparta volgens mij toen ook een dikke handsbal. En werd ook niet voor gefloten. Je hebt de VAR een keer mee en de VAR een keer tegen. Ja, maar dat weet ik ook nog wel. Dat zul je altijd blijven houden, in principe. Ja. Ik dacht toen echt dat die bal gewoon op de stip zou gaan. En ja, het was onze laatste wedstrijd. Als wij die niet hadden gewonnen, waren wij misschien wel gedegradeerd. Het is zo cruciaal eigenlijk gewoon in de voetballerij welke beslissingen genomen worden. Dan is het, ja, het is menselijk, maar het varieert zo erg. Ja, ik moest het is menselijk cruciaal. Elke keer bij de VAR moet ik denken aan Emmen PSV. Toen stond PSV 1-0 voor, maakte het de 2-0, Hens, afgekeurd. Maakt het weer 2-0, weer afgekeurd. Wordt het uiteindelijk, de eindstand wordt dan 2-2. Vind ik wel grappig. Oh, ja. Maar ook deze ja, van met... Bij, heb ik het niet zo snel voor. Bij, PSV Willem 2. Toen werd er een goal goedgekeurd, terwijl het duidelijk bij het spel was. Ja. Maar de VAR heeft niet ingegrepen. En dat was, Was dat voor PSV? Dat was seizoen 2021-22. Ja. Dus nou iets zegt inderdaad. Dat was toen. Dat was ook in de eerste minuut of zo. Want... 1-0. De vierde minuut. Kijk, daar heb je het. Als je in de vierde minuut wordt het al 2-0. Als zo'n moment wordt afgekeurd, dan kan binnen 2 weer. Ja, dan had, als het dan 1-1 had geworden, dan was het een hele andere wedstrijd geworden. Want het was toen 5-0 geworden of zo, toch? Oh. Geen idee. Ik weet wel dat het een halve minuut voor de goal was. Dat die een of andere. Ik weet niet meer wie dat was, maar dat hij buitenspel stond. En uiteindelijk kwam daar de goal uit. Maar ja, omdat het een nieuwe spelsituatie was, boeide dat de KNVB niet. Ja, eens. Dat is ook zo'n rare regel. Eigenlijk als je dus gewoon weet, je team grote fans gemaakt, moet je de bal even over de middenlijn spelen, wordt er niet meer naar gekeken. Precies. Ja. Ja eigenlijk wel. Het. Ja, zo werkt het, ja. Of maar ik kan me ook herinneren, de VAR, dat was volgens mij in dezelfde fase van de competitie, was Pek Zwolle. Er was een doelpunt afgekeurd door de VAR, terwijl de lijnen verkeerd waren getrokken. Ja, dat is ook zoiets. Ja, maar dat kan gebeuren, hè. Dat zul je altijd wel soms een beetje aan. Ja, maar de week later degradeerde PEC wel, hè. Ja. Waarschijnlijk waren ze wel gedegradeerd, maar nog steeds. Maar alsnog, ja, weet je, dit soort fouten, dat mag eigenlijk gewoon niet. Want het kost zo'n club wel gewoon punten. En je moet dat gewoon dubbel nachecken. Want zo'n fout mag eigenlijk gewoon niet. Als je het gewoon dubbel checkt, dan weet je zeker dat je het voor de goede speler hebt gedaan. Ja, klopt. Maar dat duurt wel heel lang voor het publiek, hè. Ja. Dan moet de KNVB beter. Dan moet de KNVB gaan investeren in dat buitencelsysteem. Wat de UEFA ook gebruikt. Maar dat is te duur. Of, ja. Dan kan je inderdaad. Dat is het zo makkelijk te zien. Dan moet de VAR het alleen even checken of dat systeem het goed heeft. En dat is zo klaar. Ja, dan kan ik nog wel een moment doen, maar bij een ander systeem. Bij Heerenveen Ajax, vorig seizoen. Toch? Ja, er was... Nou, die was bij, die niet kwam. Bij Heerenveen is het zo... Voor Heerenveen is doellijntechnologie te duur. Ze hebben een goedkoper systeem, maar ze konden dat niet goed zien. Want ze kunnen een van de twee camera's werd... gehinderd door een speler van Ajax. Ja, Robbie was dat volgens mij. Ja, en daar kon ze natuurlijk goed zien. Dus ik vind eigenlijk gewoon dat de KNVB eigenlijk moet zeggen.
gewoon alle stadions verlichten die dure dollar-technologie. Ja, maar daar hebben de clubs afspraken over gemaakt. Want de KNVB heeft twee van die systemen. Die hangen ook wel eens in de Amsterdam in de Arena en in de Kuip. Alleen het probleem daarvan is, dan hebben we maar twee wedstrijden misschien doellijntechnologie. En de clubs hebben afgesproken van of we doen doellijntechnologie of we doen het helemaal niet. Nou, de KNVB heeft er simpelweg geen geld voor om dat in alle stadions te doen. Want dat betekent dat als een club degradeert, dat die ook doellijntechnologie moet, promoveert, ook doellijntechnologie moet hebben. En dat is gewoon simpelweg te duur voor de KNVB. Dus hebben de clubs afgesproken van die doellijntechnologie die de KNVB heeft, gebruiken we niet in de Eredivisie en gebruiken we alleen bij de bekerfinale bijvoorbeeld. Ja, maar dat is nog juist dom. Ja, maar ja, dan is het een stukje competitievervalsing, hè. Want dan bijvoorbeeld heb je één wedstrijd doellijntechnologie, was niet nodig. En bijvoorbeeld bij Heerenveen, Willem II, is er ook zo'n moment. En ja, dan is er geen doellijntechnologie. Heerenveen-Ajax was het in dit geval. Ja, maar ik nam even een voorbeeld. En volgens mij is het wel een verplichte Champions League, toch? Of niet? Volgens mij ook, maar volgens mij mag de KNVB het dan, geeft de KNVB het dan wel aan die clubs, maar vaak is het... Want ik kan herinneren dat toen was in 2018, of 17-18, er was Feyenoord kampioen geworden. Toen was er ook een beetje, maakten mensen er ook drama van, omdat Feyenoord natuurlijk Champions League speelde de eerste seizoen zelf. En toen hadden ze de regel, de eerste helft van de competitie wordt aan de kampioen gegeven, want die spelen Champions League. En de tweede helft gaat naar de Kuip, omdat daar de bekerfinale is dan. Ja, volgens mij... Maar daardoor was Feyenoord toen... Is het zo dat dat niet verplicht is, hoor? Want ik kan me dat niet voorstellen. Want als er dan bijvoorbeeld een lagere club in de Champions League komt, die is dan gewoon de lul. Ja, maar hebben ze iemand daar via VAR bijvoorbeeld? Ja. Ja. Volgens mij hebben ze bij alle Champions League wedstrijden wel een VAR. Ja. Nee, maar ik bedoel meer van, hebben ze ook VAR gewoon in de competitie daar? Dat weet ik niet. Niet elke, ja, Moldavië, waar je zo spreken. Ja, bijvoorbeeld in... welke was het? In een van die was Denemarken? Nee, was Zweden of Noorwegen in ieder geval. Dat de VAR daar niet... De voetbalbond wou de VAR daar invoeren, maar de clubs hebben er tegen gestemd. Dat was in Zweden, ja. Ja, Zweden, ja. Ik heb het net opgezocht. Maar ja... Nou, maar het is gewoon... En dat zei ik de vorige aflevering ook al. De grote fouten die worden er wel uitgehaald natuurlijk. Er zijn ook goede dingen. Ja, zeker. De eerste wedstrijd met VAR in Nederland. Dat had gelijk ook wel een goede indruk van. Dat gewoon iets goed was. Want dat was toen bij Vitesse Feyenoord voor de kruisval. Ja, dat was voor jou niet goed hoor, maar... Nee, maar... ja, dat klopt ook wel. Maar qua neutrale voetbal kijken is het wel gewoon iets goeds van... Hey, er is eindelijk iets wat fouten kan herstellen. Ja. Wat de scheidsrechter niet ziet. Dat klopt. Maar we zijn ook al blij met het corrigeren van absolute fouten die wel worden waargenomen. Maar er worden natuurlijk ook zoveel beslissingen genomen waar die natuurlijk discutabel zijn. En daar hebben we het natuurlijk allemaal over. Want wat goed gaat, dat boeit natuurlijk niet. Nou, het boeit wel, maar dat is dan niet het onderwerp van gesprek, zeg maar. Nee. En het is ook eigenlijk altijd de traditionele top 3 waar het dan over gaat. Daar wel. Ja. Want er was toen bij PEC Fortuna, dat was ook de moment met Dijks natuurlijk, dat hij hands maakte. Ja. Daar werd helemaal niet naar gekeken. Dan wordt er niet uitgehaald. Als dat tijdens Feyenoord Ajax gebeurt. En daar kijk ik toen met Bergwijn, dat hij toen, weet je wie het was bij Feyenoord? Die schroef keihard op zijn achterhoofd. Daar heeft niemand naar gekeken toen. Nou, volgens mij kreeg de VAR gewoon medelijden met Ajax. Want er werden ook gewoon overduidelijke strafschoppen niet gegeven. Ja, dat had echt... Ook al, je weet natuurlijk niet of die strafschoppen erin gaan... Dat als het nog 8 of 9-0 kon kunnen worden. Volgens mij had de arbitrage gewoon medelijden met Ajax... En gaven ze die strafschoppen gewoon niet. Maar volgens mij stond het zelfs nog 0-0 toen die eerste strafschop niet werd gegeven, hoor. Dus toen al medelijden, is wel een beetje vreemd. Ja, ze werden het natuurlijk al helemaal weggespeeld, dus... Maar als Feyenoord niet scoort... Ja. Zo Feyenoord overliep ze wel. Maar Ajax begon toen wel beter te worden. En toen scoorde Pajau. En toen scoorde Minté. Ja, dat vind je nog leuk, hè? Om het even te vermelden. En toen scoorde... Nee, niet doen. Ja, 10-0 over twee wedstrijden. Dat is toch wel legendarisch nog steeds. Legendarisch is al 10-0 over één wedstrijd natuurlijk. Zouden ze op de Olympische Spelen ook een VAR hebben? Geen idee. Ben ik benieuwd naar.
Nou, dat denk ik eigenlijk niet. Er zit toch wel een heel verschil tussen Olympische en voetbal. Zou NOSOI NSF wel een beetje duur vinden, denk ik. Ja, oké, okay, dan is voetbal best een klein gedeelte van de hele spelen, maar het blijft op zich wel ja, een groot... Er is wel vaag. Er is wel vaag. Oh. Dus lees ik hier, hè? Is dit van dit jaar een bericht? Neem ik aan van wel. Ja, als ik het een paar jaar geleden al had, dan zal het nu ook weer zo moeten zijn. FIFA heeft Rob Dieperink aangesteld als VAR bij Guinea tegen Nieuw-Zeeland. Als assistent VAR en bij Canada en Nieuw-Zeeland. Dat zegt genoeg over het niveau van de Olympische Spelen. Dat Rob Dieperink daar mag fluiten. Ja, Dieperink moet ook daar niet helemaal niet zijn. Dat moet hij ook helemaal niet willen, vind ik. Hij moet gewoon prioriteit in Nederland, vind ik. Ja. Ja, want dadelijk begint de competitie al, hè? En dat Dieperink is er niet. En klopt. En geen eredivisie mag de KKD laten fluiten. Misschien wel beter ook. Misschien wel beter ook. Misschien wel beter ook, hè? Kunnen ze Joey Cole ook nog even snel naar de spelers sturen? Ja, en dan ook weer ophalen. Ja. Moet er ook iets van de regeling komen anders? Over dat bepaalde scheidsrechters alleen mogen fluiten en bepaalde scheidsrechters alleen VAR. En dan in de lagere klasses mogen fluiten. Dus ja, KKD. Ruperti is in ieder geval geen VAR. Gelukkig. Want... Die slaapt volgens mij nog in een Feyenoord pyjama. Nee. Ruperti. Ja, dat was ook zo'n disputaal moment toen, toch? Ja. PSV Feyenoord in de beker. Is maar heeft er bij Rijnmond de regionale omroep als een verslaggever gewerkt? Ja, maar dat is toch... Jongen, dat kan je toch niet missen? Dat van PSV was toch 100% een strafschop? Ja. Ja, natuurlijk was het een strafschop. Maar ja, ze kunnen nooit alle fouten eruit halen. De enige die het geen strafschop vond, duidelijk. Is de host. Nee, ik vond het ook een strafschop, oh. Hoor. Oh. Ja, maar ik zei er ook al gelijk. Maar je kunt nooit alle fouten eruit halen, onthoud dat wel even. Ja, maar kijk, weet je wat is, Lars? Dus VAR mag beelden 10 keer terugbekijken. Dat kan een scheidsrechter niet. Dat een scheidsrechter een fout maakt, snap ik nog. Maar een VAR... Dat mag niet zo vaak fout gaan. Je kan 10 keer de beelden terugbekijken. Je kan zelfs 10 minuten erover doen als je dat wil. Ja, kan, maar dan worden mensen wel een beetje ongeduldig van. Ja, hè? Maar ja, dat is niet het probleem van de VAR. Het gaat erom dat jij een goede beslissing neemt. Ja, eens. Ja. Het zijn ook... De fouten die worden gemaakt zijn echt belachelijke fouten. Ja, dat zelfs Tjarda van die blinde burgemeester nog kan zien dat het een penalty is, bij wijze van spreken. Maar daarom hebben we het er ook steeds over. Dat is de reden waarom we het er bijvoorbeeld nu ook over hebben. Dat er gewoon belachelijke fouten worden gemaakt door zo'n VAR. En daar snap ik echt helemaal niks van. Dat is hetzelfde toch als Nederland. Daar werden ook zoveel fouten gemaakt waarvan je denkt, jongens, ik had het beter kunnen doen. Ja. Eens. Het EK was volgens mij wel één grote VAR-show qua fouten. Ja, maar dat is net zoals het WK, want kijk, Nederland-Argentinië, die ene bal van Messi, iedereen zag duidelijk dat een handsbal was gemaakt en niemand heeft wat aan gedaan. Ja, maar we wisten dat Argentinië het EK moest winnen, dus dat hebben we al gemerkt door de FIFA. Ja, klopt. En dan laat je naar Messi maar net zoals dat de Nederland de EK niet weer mocht winnen dit jaar weer. Ja. Maar sorry, hele slechte scheidsrechters. Maar zou dat oprecht niet te maken hebben met, ik gooi het er maar even in, dat bijvoorbeeld een Argentinië is veel groter land, dus dat gaat meer kijkcijfers opleveren. Engeland is een veel groter land, gaat veel meer kijkcijfers opleveren. Is dat het gewoon niet meer voor zulke grote bonden? Want het gaat natuurlijk om het grote plaatje. Het gaat niet om... Het gaat om geld. Het gaat om geld. Ja, en ja nee, precies wat ik zeg. Het kan ook zijn dat mensen misschien denken van, toch Nederland zou wel een stunt zijn, dus dan, ja. Dat is wat mensen denken, hè? Dat is niet wat hun denken. Hun denken alleen maar om het geld. Ja, ja hoe, ja. Even, hoe kan de VAR ingrijpen bij die bal van Kane van Dumfries? Ja, dan mochten ze ook niet eens voor ingrijpen, want Saka maakte daar geen hens. Maar dit was geen eens een penalty, plus het was hens van Saka. Dus, ja. Dus hier vond ik de fout weer wederom aan de VAR. Ja. Ach ja. En ja, ik denk dat we deze gedaan, discussie hè? Nooit kunnen beëindigen, denk ik. Ja, ja klopt. Dat weet ik niet. Het is ook wel, dan kom ik weer terug op dat moment van Messi. Het kan ook niet dat hij dat heeft gewist, maar kijk, het scheidsrechter kan natuurlijk een moment missen. En de VAR mag niet ingrijpen bij dat hensmoment van Messi. Daar wou ik nog even op terugkomen. Maar je kan het niet missen als scheidsrechter dat hensmoment van Messi had natuurlijk. Had hij toen al geel? Ik heb sowieso,
Ik heb sowieso scheidhekel aan Messi, dus ja. Dan kan dat niet, nee. Maar sowieso blijft het verbaasd dat Messi het maakte en dat er niet gefloten werd. Messi kreeg toen geel bij dat de Weghorst 2-2 uitmaakte. Oh. Dat was daarvoor toch, die eensbal? Ik kan me dat helemaal niet meer herinneren, want ik heb daar niks mee. Maar hij had daarna wel nog een tweede gele kaart kunnen krijgen dat hij die bal in de dugout schoot. Oh, maar dat zal nooit gebeuren bij Messi. Was Nijhuis zo geloofd, die bal in de dugout, dat had ook gewoon rood kunnen zijn. Daar kan je rood voor geven. Ja, ik ben al zelf scheidsrechter natuurlijk. Als je dat bewust doet, kan je daar rood voor geven. Dat is Messi deed. Ja, dat is altijd sowieso het probleem rondom scheidsrechter. Wanneer is het bewust, wanneer is het niet bewust? Nou ja, dit was absoluut. Dit was natuurlijk zo niet bewust. Dit ging per ongeluk. Natuurlijk. Hij stond ook echt zo niet richting de dugout. Nee, dat was echt totaal niet te zien. Tuurlijk. Nee, maar dat klopt inderdaad. Het was ook wel duidelijk bewust. Maar ook meer, ik bedoel ook meer van, wanneer is iets bewust, wanneer maakt iemand een overtreding bewust, wanneer niet? Ja, je maakt nooit een overtreding bewust, neem ik aan. Of je komt echt met zo'n slijging van, ja, nu ga ik jouw benen breken. Nu ga ik eens jouw benen breken. De zevende klasse dus. Nee, Nou, dat kunnen we ook. Ja, maar dan overtreding maken doen ze ook wel zo'n tijdrek. Maar dan wordt het niet bijgeteld altijd. Nee, daar willen ze. Er ging toch ook over dat ze tijdstraffen inhouden voor dat soort overtredingen. Ja, maar volgens mij gaat dat er nooit doorheen komen. Dat is net alvast. Weet je wat ze moeten doen? Ze moeten gewoon zuiver speeltijd moeten ze gewoon toelaten. En dan is deze hele discussie over tijdrekken gewoon pederen klaar. Hebben we Marco van Basten in de podcast? Ja. Hoi Marco. Extreem van Heerenveen dus. Ja, die heb ik al gezien. Toen had ik een seizoenskaart. Gele kaart en de penalty de max. Ja, klopt. Bij Feyenoord. Ik had in het Abalenstra-stadion. Ik heb in het Abalenstra-stadion nog Vermeer een bal zien koppen, waardoor Finn Bogason 2 goals maakte. Finn Bogason is meld. Ik heb hem ontmoet. Toen ik seizoenskaart had met mijn opa bij Heerenveen, althans Brian en ik wisselden wel eens per wedstrijd, zeg maar. Toen heb ik gejuicht. Toen Heerenveen 2 keer scoorde tegen Ajax, ik juichte normaal nooit, want ja, ik was niet voor Heerenveen. Maar goed, ik haatte Ajax, dus dat was wel leuk om mee te maken. Toen ik haat sowieso Ajax, dus... Volgens mij haat iedereen hier Ajax, dus... Ja. Maar, ik moet wel zeggen, ik gun Ajax wel alles in Europa, maar ik moet wel lachen als we de volgende, als we deze week verliezen. Want, ik heb dat stukje gevoel van zo. Achterronde. Oh. Ik heb zo gevoel. Om een stukje van achterronde. Ja, doe maar. Hebben jullie nog één laatste woord over de vraag? Oprotten. Oprotten, ja. Nee. Regels invoeren en dat het duidelijker moet worden. Ik kan meer met een arbitrale blunder van de scheidsrechter leven dan een blunder van de VAR. Ja, eens. Ja. Nou, dan gaan we door naar het volgende stukje. En daar heeft Jason heel goed onderzoek naar gedaan, heb ik vernomen. Ja, amateuristisch onderzoek, maar goed. Hoe zit het nou bij Vitesse? Nou ja, wat is er allemaal aan de hand? Ze hebben gewoon 2 keer een verzoek ingediend bij de KNVB. En 2 keer hebben ze gewoon geen sluitende begroting kunnen inleveren. Wat natuurlijk wel de KNVB graag wou. En uiteindelijk is het deze week of vorige week werd bekend dat er gewoon een begrotingstekort is van 6 miljoen euro. 8? Nee, volgens mij 6 toch? Ga ik dan niet opzoeken. Volgens mij 8 hoor. Maar goed, maakt ook niet uit. In ieder geval, degene die dat zou dekken, er zou iemand garant staan voor dat geld. Dat is die ondernemer die Vitesse zou overnemen. Alleen die wil pas de geld inpompen als hij ook daadwerkelijk 100% de aandelen heeft. En ja, dat kan Vitesse niet garanderen. Dus dan moet ze op zoek naar 6 miljoen euro. En ik denk 6 miljoen, klopt, correct. En ik denk niet dat ze dat gaat lukken. Dat denk ik echt niet. Want waar haal je 6 miljoen vandaan? Maar hoe moeilijk is het aan de tijd kwam om de club over te nemen. Ja, je gaat de club met miljoenen schulden natuurlijk overnemen. Maar ja, er zitten natuurlijk genoeg bedrijven in de regio. Uiteindelijk was er maar 1, ja, alleen die Guus Franke dus, als initiatiefnemer voor de overname. Ja, precies. Maar met alle respect, die Guus Franke is ook niet schoon. Er komen ook van alle dingen naar buiten van dat je denkt, hoe dan?
Ja. Maar hij heeft ook, hij blijkt ook dat hij in het verleden dingen heeft gedaan die helemaal door de beugel kunnen. Dat bedoel ik. Dus ik denk ook niet dat hij het krijgt als de KNVB dat ziet. Ja, het moet toch op zo'n manier. Of je moet ergens zo'n Lucio Olyshike vinden van FC Al-Shababa. Die 6 miljoen wil storten voor een speler. Ja, maar ook dat is dus een probleem, hè. Want die Cody Perry zou zogenaamd ook zo'n sheik zijn, maar die kwam er ook niet doorheen. Nee. Maar waarom nee, maar zou dat je kwam zo... omdat... Nee, maar dat kwam omdat die Amerikanen niet goed waren gekeurd. Ja, dat werd. Ja. In februari. Daardoor werd die schuld in die lening omgeschreven in de schuld, als ik het goed heb. Maar waarom zou je überhaupt nog in de Arabische handen willen belanden? Als je net af bent van een Russische eigenaar. Er staat al heel veel op het spel voor de club natuurlijk. En dat was natuurlijk ook niet het meest goede idee. Ja, oké, misschien wel een goed idee om geld in te pompen. Maar, en de clubcultuur die verdwijnt steeds meer. En je weet dat je zomaar in een situatie als deze gewoon zomaar kan omvallen. En ja, dat zou kunnen als er zomaar weer Arabische handen komen. Dat gaat niet gebeuren, maar zoiets had ik nog een keer gehoord. Gaat het Vitesse ooit nog lukken om op eigen benen te staan? Nee. Nee. Maar ik denk dat er moet echt een wonder gebeuren. Ja. Ik zie de enige mogelijkheid dat Vitesse het ook zou leven, is dat het Red Bull Arnhem wordt. Ja, maar ja, daar zullen de supporters denk ik oprecht voor tekenen. Eens. Ja, die supporters willen dat hun club blijft bestaan. Die willen zelfs dat de Graafschap niet meer bestaat, bleek vandaag. Ja, heb je het gezien, jongens? Ja. Ze zijn zelfs in het stadion geweest. Ja, hoe dan? Ja, maar ja, de Vijverberg is waarschijnlijk heel amateuristisch beveiligd of zo, denk ik dan. Nou, dat valt best mee, hoor. Ja, dat deed ik niet. Ik ben er nooit geweest. Ik woon zelf in Noorden. Ja, ik ook. Ja, je bent KKD-fan. Of FCM-fan. Ja. Ik ben KKD-fan en FCM-fan tegelijk. En ik ben Hans Kraaij-fan en Eerste-fan. Even een vraag aan jullie, hè. Stel dat ik belastingachterstand heb, mag ik dan ook 35 miljoen keer uitstel vragen? Ja, maar weet je wat het probleem daarin is? De KNVB zorgt er niet voor dat Vitesse failliet gaat. Hè? De KNVB wil juist dat Vitesse blijft bestaan. Het is aan de rechter wanneer ze Vitesse failliet gaan verklaren. Eens. Er is maar één iemand die Vitesse failliet kan verklaren en dat is niet de KNVB, dat is de rechter. Dat is de rechter. Ja. En iedereen doet net op social media als de KNVB dat doet. Nee, de KNVB wil natuurlijk dat Vitesse blijft bestaan. Anders gaan ze straks met 19 clubs in de KKD verder. Dat is ook voor geen enkele club fijn. Dat is helemaal niet handig. Nee. Maar er waren gewoon boze supporters en dat bekend werd dat de deadline weer was uitgesteld, zeg maar. Joh, je moet juist blij zijn, want als de KNVB nu besluit van het is klaar, dan houdt het ook op. Ik snap ook wel dat de Vitesse supporters zich een beetje schamen voor hun club, hoe dit allemaal wordt aangepakt. Het is uitstel na uitstel en dan, weet je, dat maakt er nog niet zo heel erg veel uit, maar de soap eromheen is gewoon het probleem. Ze schamen zich voor hun eigen club. Ja, maar dan moet je niet bij de KNVB daarvoor zijn. Nee, dat ben ik met je eens. Maar hebben supporters wel gezegd, trek de stekker maar uit. Ja, dat gevoel hebben wel veel supporters. En op zich, ik snap dat ook wel, maar ja, weet je, dat zijn ook weer de supporters die hartstikke blij staan als Vitesse over 2 of 3 jaar weer keukenkampioen, divisiekampioen is bijvoorbeeld. Ja, klopt. Dus ja, het is eventjes, ik kan me dat niet zo voorstellen, want mijn club heeft 1 keer in de financiële problemen gezeten, maar dat heb ik niet echt bewust meegemaakt, zeg maar. Maar ja, ik kan me dat niet voorstellen hoe dat is, dat je club eigenlijk op de afgrond staat te verdwijnen. Dat is bij Vitesse natuurlijk al vaker geweest, maar het lijkt nu wel echt te gaan gebeuren. Deze keer is wel heel erg serieus, deze situatie. Ja, het is eigenlijk echt onwaarschijnlijk hoe club die, wat was het? 3 jaar geleden gewoon ook Europees speelde. Tegen Tottenham. Tottenham uitschakelde. Roma bijna uitschakelde. Maar ja, die hadden ook al 4 keer moeten uitschakeld. Dus daar gaan we het niet meer over hebben. Het is onwaarschijnlijk hoe zo'n club ineens keihard naar beneden gekelderd. Gewoon omdat één mannetje even met zijn, Het is niet één die gewoon even verveeld.
Het is niet één man. De Russen hebben Vitesse hier in een tijdje gered. Maar totdat die oorlog in Oekraïne gebeurde, is Vitesse helemaal de lul. Dat wou ik ook zeggen. Dat één zo'n mannetje die zichzelf Vladimir noemt. Die heeft ervoor gezorgd dat Vitesse eigenlijk naar hetzelfde bij Chelsea. Beide clubs zijn eigenlijk gewoon door die oorlog naar de... Bij afgerond geholpen. Want als die oorlog er niet was, dan had Vitesse nog steeds dan was Vitesse misschien nog steeds de nummer 5 van Nederland. Want die Russen hebben er zoveel geld in gepompt, hè? Ja. Sinds die Russen het hebben overgenomen, is Vitesse met één hoge lijn naar boven gegaan. Ja, klopt. En je weet nooit hoe het was gelopen. Maar ik denk dat die Russen dan nooit bij Vitesse weg waren gegaan, want het ging hartstikke goed. En dan had misschien Ajax zelfs al 6 te scoren vorig jaar. Ja, maar dat zullen we helaas nooit achter komen. Nee, helaas. Ja, Vitesse maakt het zichzelf ook enorm moeilijk, omdat hij Abramovic natuurlijk in het geheim gefinancierd heeft. Ja. Dat is ook wel weer een verhaal. Vertel. Ja. Als je de tijd voor hebt. Ja, daar heb ik me niet zo heel erg in verdiept, moet ik eerlijk zijn. Maar Abramovic heeft in ieder geval Vitesse in het geheim gefinancierd, omdat de Russische persoon die Vitesse de financiën deed, zeg maar, die was vriendjes van Abramovic. En zo kwam dat dus, want hij had uiteindelijk geen geld meer. Nou, zou Vitesse niet worden overgenomen door Moroccan Oil, of worden ze hem ook gecanceld? Ik denk oprecht dat Vitesse het geen flikker uitmaakt, al worden ze gesteund door Islamitische Staat, dat maakt ze niks uit. Ja. Ja, als je zo erg in dood zit, dan is het eigenlijk wel triest. Maar toch gaat Guus Frank de enige zijn die Vitesse over kan nemen. Zullen misschien wel een andere investeerder willen die gegarandeerd dat wil geven. Maar dan zijn ze misschien weer bang voor een situatie die nu ook heeft plaatsgevonden met de Russische eigenaar, zeg maar. Ja. Of Vitesse zou komende 10 jaar ergens onderin moeten eindigen in de KKD. Maar daar zullen ze voor tekenen. Dat uiteindelijk Red Bull alsnog denkt van... misschien wel een leuk projectje om vanuit onderkant keukendivisie naar Champions League te... Zijn wel de goedkoopste clubjes vaak. Zou me niet verbazen als Vitesse blijft bestaan... dat ze komend seizoen gewoon ergens onderaan gaan eindigen. Ja, die hebben echt... Maar we spelen ook meteen de divisie spelen zo, hè? Dat zou ik ook helemaal niet zo raar vinden eigenlijk. Ik denk dat als wij die... onze thuiswedstrijd tegen Vitesse is zo in de verkoop... ik denk dat wij die echt makkelijk winnen, denk ik. Mm-hmm. Ja, maar ja... Ja, je zei het over Jong Ajax... dat ze daarvan hebben verloren. Ja, 3-1. En je weet natuurlijk... En dat was natuurlijk nog niet eens officieel Jong Ajax, hè? Want de helft van Jong Ajax zit bij het eerste van Ajax op dit moment. Ja, wat zullen al die gozers geweest zijn? 18, 17? Ja. En dan ook allemaal spelers die eigenlijk van... Volgens mij, ik zag namen van Jonas Zet en Jong Twente. Die hebben ze daar maar gestald. Allemaal natuurlijk als proefspeler. Mm-hmm. Ja. Want Jong Ajax wordt pas straks geformeerd, hè? Want dan gaan al die Ajax 1 jeugdspelertjes afvallen. Ja. Oh ja, natuurlijk. Want ik ben daar wel benieuwd. Dan heb je straks weer Forbes in de keukenkampioen divisie. Oh, geweldig. Misschien zelfs wel... Nee, Ramai mag volgens mij niet meer. 23? 24? En volgens mij heeft hij al te veel Europese wedstrijden gespeeld, dacht ik. Ik dacht dat daar regels voor waren. Oh ja. Pas weer mag ook niet. Nee. Het mag trouwens wel als ze tegen een andere KKD-club spelen. Ik bedoel, een andere belofteploeg. Ja, dan mag het wel, maar dan moet die andere belofte-team ook een ervaren keeper op doel hebben. Dus dan krijg je straks, als het Jong PSV is, krijg je straks Ramai tegen Benitez. Nou, je hebt het wel één keer gehad, toch? Dat was volgens mij Jong AZ, Jong Utrecht, dacht ik. Dat Verhulst op doel stond. Was volgens mij Verhulst tegen Rudy of zo. Oh ja, dat had het wel eens kunnen zijn, ja. Ik weet het niet, want ik zat zelf in het stadion, dus... Het is wel mooi voor Den Bosch en Jong Utrecht dat ze eindelijk concurrenten bij hebben. Ja, Telstar, hè, Topos. Ja. Dat zijn echt clubs waarvan ik denk, waarom mag er geen tweede divisieclub meedoen? Precies, maar ze vissen ook uit de vijver van amateurspelers, of zeg maar, die dan in de tweede divisie hebben gespeeld, of spelers die het nooit echt gered hebben.
op het profniveau. Dat komt dan allemaal bij één club terecht. En dat stelt. En dat voetbalt nog een beetje mee. En dat is betaald voetbal, maar meer dan dat is het niet. Ja, maar kijk ook even naar de voorbereiding van Telstar. We hadden het net voor de opnames er nog over. Telstar oefent tegen allemaal clubs uit de tweede divisie. Ja, maar dat is misschien ook wel het niveau van Telstar. Maar ja, dan moeten ze straks wel tegen, wat is het? Ah, Vitesse niet, maar ja, FC Emmen. Ja, daar moeten ze dan tegen spelen. Of Rode JC. Ja, ze spelen ook gewoon gelijk tegen die amateurclubs, hè? 2-2. Ja, ze wonnen dan 0-5 van IJsselmeer volgens. Maar daar ging denk ik iets goed fout. Maar tegen... Maar IJsselmeervogels speelt volgens mij ook niet meer zo hoog in het amateurvoetbal. Volgens mij derde divisie. Ja, die zijn volgens mij wel, zijn volgens mij wel gepromoveerd of zo. Oh, maar dan hebben we weer een leuke derby terug. Oh, dat is wel niet leuk. Dat is echt leuk. Nee, het is derde divisie. Nou ja, derde, ze spelen nog tegen de Ajax Amateurs. Ze zijn vorig seizoen wel tweede geworden. Waarom mogen hun het Ajax logo dragen? Is dat echt een team van Ajax? Ja, dezelfde bij de sportclub. Ja, oké, die dragen er wel een ander soort logo, maar sportclub Feyenoord. Oh, dus daar mag Forbes binnenkort meedoen en zo. Volgens mij heb ik gehoord dat Ricardo van Rijn naar huis zou spelen. Dus stond echt zo'n bericht van ja, Ricardo van Rijn terug naar Ajax. Hoe oud is hij? 95. Ik wil niet meer herinnerd worden aan Ricardo van Rijn. Die heeft ook nog bij mijn club gespeeld. En daar ging het valikant mis. Heerenveen ook volgens mij. Toen dacht hij dat, voetbal, dat je voetbal met de hand mocht doen. Waardoor PSV een penalty kreeg in de beker. Waardoor we verloren. Ja. Maar kut Ricardo van Rijn. Topclubs worden over het algemeen geholpen in de beker. Hè, zeggen ze. Nou, maar dit was niet geholpen. Dit was gewoon echt een terechte strafschop. Het enige wat ik weet is dat hij slecht was. Ja, dat was hij ook. Ja, hij heeft één keer een zieke goal gemaakt in de bekerfinale toen, maar ja, verder maar heeft hij nooit geen reet uitgevoerd. Dat bleek ook voor niets te zijn. Ja. Zullen we... Ik weet niet hoe dik we in de tijd zitten momenteel. Kan nog. 10 van 9. 41 minuten. Zullen we Vitesse dan gaan afronden? Ja. Want we zijn al ver afgedwaald namelijk. wat, hebben jullie nog iets te vertellen over Vitesse verder? Ja, Vitesse gaat iets. Dat ze waarschijnlijk niet meer bestaan en anders 19e worden, want Jong Utrecht is wel slechter. Ja, maar nou, ook dat weet ik niet. Waar spelen ze een goed jaar hebben? Ja, het ligt er net aan welke lichting komt, hè? Want volgens mij is de onder 17 of zo wel kampioen geworden, dacht ik. Van Vitesse? Maar ja, dat is nog steeds... Nee, van Utrecht. Utrecht heeft geen goede jeugd, dus dat kan je al afschrijven. Er stroomt nooit iets door, dat is wel zo. Kan ik me niet herinneren van de afgelopen paar jaar. Ik bedoel, van zoals al die Utrecht supporters op X zeiden toen Emme in de laatste minuten nog even 2 goals mocht maken, waardoor we winnen. Het wordt nooit wat met Jong Utrecht. Ze kunnen het beter uit de competitie halen. Ja, er zitten er volgens mij 7 jaar in. Ze worden elk jaar laatste. Ja. Maar ja, ze hebben daar toevallig geluk gehad dat... Nee, trouwens. Zou je dit jaar geen laatste geworden of wel? Jawel, zijn we laatst geworden. En ik kan me nog herinneren wat die fotograaf van Jong Utrecht zei toen wij daar waren. Ah jongens, jullie gaan wel winnen. Al staan jullie 1-0 achter. In de 90ste minuut maken jullie gewoon 2 goals. Was ook nog waar. Want ze kunnen geen wedstrijd winnen. Het grappige is, begin vorig seizoen wonnen ze echt wel grote clubs zoals Groningen en zo. Ja, maar dat zei hij er ook nog bij. Van dan zijn ze opeens wel gemotiveerd. Ja, dat kan je niet serieus nemen. 8 wedstrijden goed presteren, dan is het klaar. En Groningen had de Karkadee ook onderschat op dat moment nog. Nou, die hebben ze de hele tijd onderschat. Alleen kregen ze toen de laatste paar keren ook wel een beetje het schema mee. Ja. In ieder geval gaan we naar het volgende onderwerpje. Dat is het voorbeschouwen op Europese wedstrijden. We beginnen met Ajax. Wordt niks. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik mag toch hopen dat het een 5-0 voor Ajax wordt. Ja. Maar anders weet ik het wel. Ja. Dit wordt niks. Ook al. Oh. Ja. Ik heb welke tegenstanders, jongens, want ik heb je niet heel erg in verdiept. Nou, of het 1 of 5-0 wordt, ik denk dat het ook belangrijk is dat het spel een beetje overtuigend is. En dat je denkt dat ze daaraan door kunnen bouwen. Nou ja, hoop ik niet voor de competitie, maar het zou wel goed zijn voor Europees. Maar ja, dan wordt het, ik denk dat dat belangrijker is dan 1 keer 4-0 winnen. Het Nederlands voetbal heeft gewoon meer in Europa aan een goed Feyenoord, een goed PSV en een goed Ajax. Maar ja,
Dat ontbreekt. Ja. Eén van de twee. Eén van de drie in ieder geval. Nou ja, het liefst drie van de drie. Ja. Zoals ik de vorige aflevering al zei, Ajax heeft verloren van Zwolle in de voorbereiding. Maar daarna 4-0 gewonnen van Sint-Truiden, 2-1 gewonnen van Rangers, 2-1 gewonnen van Al Wassel uit Arabië en uit de Emiraten. En 1-0 gewonnen van Olympiakos. Het probleem dan gaan is we even naar de tegenstander. Dat we daar niet zoveel mee kunnen, want Ajax heeft ook een paar wedstrijden met een B-team gespeeld. Dat klopt natuurlijk. En dat zal bij Vojvodina ook zo zijn. Die ook al tevens begonnen zijn aan de competitie. Maar verder hebben ze met 3-0 gewonnen van Subotica. 2-0 gewonnen van Dedic. 3-2 gewonnen van Noah uit Armenië. 3-2 gewonnen van Maldost. En afgelopen week in de competitie met 1-3 gewonnen van Texalik Odisaici. Vojvodina heeft natuurlijk wel meegevallen. Ja? Want Bergwijn en Brobby zijn er natuurlijk nog niet bij Ajax. Dat zou ik net zeggen, we zijn inderdaad niet erbij. En nou is dat de tweede keeper van Rudy, is naar de Olympische Spelen. Ja, maar dat boeit Ajax niet. Dus toevallig heb ik vandaag een paar Ajax-podcasten geluisterd, omdat die al begonnen waren, zeg maar. Toen zeiden ze van, oh ja, we hebben natuurlijk ook nog Rudy. Als hij weer op de toekomst komt, dan zou een steward wel vragen van, ben je iets vergeten? Nee, ik zei nog onder contract. Ja. Het zou wel hetzelfde met, ja. Die zijn die hele Roelie al vergeten. Die is maar, eigenlijk. Maar hij heeft ook echt nog wel een miljoentje. En Bergwijn en Brobby keren op 29 juli pas weer aan bij Ajax. Wie? Maar nog steeds zonder Brobby of Bergwijn. En zeker Bergwijn die het afgelopen seizoen bijna niks heeft gepresteerd. Moet het op zich Robby ook niet. Weet je wat ik het probleem vind hierin, Luc? Ajax heeft alleen maar Traoré gehaald. Hè? En we weten hoe slecht Ajax was vorig seizoen. Toen werden ze zelfs bijna uitgeschakeld door fucking Bodoglimt. Ja, maar... Ja, maar Brobby is ook een mate. Afgelopen jaar. Dus, ja, maar Brobby is ook een mate speler, hè? Er zijn bijna geen spelers bijgekomen. Alleen Traoré. En die is er waarschijnlijk niet eens bij. Nou, dan hoop ik dat ze een aantal gemotiveerde jeugdspelers hebben of zo. Ach, kan je misschien nog een stelling winnen van Ajax? Ik vind ook niet echt dat Traoré trouwens een aanwinst is voor Ajax. Hij heeft bijna geen wedstrijden gespeeld, maar hij beweert wel dat hij een betere voetballer is geworden. Mag ook wel, want de man is ouder geworden. We gaan zeker zien. Ja. Ik verwacht er eigenlijk niks van. Ik ook niet. Maar, ze missen Bergwijn en Brobby dan. We missen Rudy. Ja, Brobby missen Traoré. Robby mis je wel. Wie zal er dus, zal Traoré in de spits komen? Ja, als hij mee mag doen wel, maar ik weet niet of dat op tijd is ingediend, want ze moesten vorige week vrijdag de spelerslijst indienen, dus ik weet niet of Traoré daarop staat. Ik denk dat ze met Ekpom gaan spelen. Ik denk ook met Ekpom. Christophe. Of Rijkoff. Oh, ik krijg een nieuwtje vers van de pers. Feyenoord draagt wel een rode toch mogelijk kwijt. Wie? Welke dat wist ik. Olympique Marseille heeft aangeklopt bij Feyenoord. Oh, nou, dan gaat wel een Reuter ook weer genoeg meemaken met die club. dat wist ik. Die hebben hele rare supporters. Oh, Feyenoord ook. Ja, ook. Kunnen we, ja. Zeker als we... Het is altijd gezeik als ze ergens komen. Marseille is nog wel drie keer erger. Misschien wel vier keer. Maar dat was... Toen was het stil. Ik zit zo te kijken naar die opstelling van Ajax. Van de laatste oefenwedstrijd die ze speelden. Ja, of je het überhaupt toppers mag noemen. Maar dan noem ik het maar even zo. Ekpom, Henderson, Taylor, Sutalo, Wijndal, Rens. Dat is het een beetje, maar word ik ook niet heel warm van. Nee, Henderson vind ik tegenvallen bij Ajax. Pakt niet echt die rol die ik van hem had verwacht. Sutalo, is ook net niks. Ik denk echt dat Vojvodina echt wel een kans heeft in de Johan Cruijff Arena, hoor. Maar de naam Ajax, dat kan je toch niet van Vojvodina gaan verliezen? Maar dat is het ook, want ik ben nu al een stukje minder overtuigd nu ik die namen een beetje terug zit te kijken. Maar ja, voor de rest is er ook niet heel veel nieuws. Nou, misschien gaat Berghuis nog spelen, maar niet dat ik daar ook heel erg onder de indruk van ben. Nee. Ja, ik,
Ik weet nog steeds niet, dat had je vorig jaar, vorig seizoen ook. Je weet niet wat je van Ajax moet verwachten. En dat weet ik nu nog steeds niet. Ik ook niet. Ik zei het vorig jaar. Ik zei het vorige aflevering ook natuurlijk, over dat je net zei, de naam Ajax zal toch niet verliezen, dat is het probleem juist. Ze hebben nog steeds die grote naam van die halve finalist in de Champions League. Van de club die drie keer de Champions League heeft gewonnen. Maar ik weet natuurlijk ook niet, Mike, hoe groot het stadion van Vojvodina is. Dat kan ik wel eens opzoeken, maar ik denk dat die... 14k. Nou, dan gaat die Johan Cruijff Arena nog wel een hele klui voor hun worden, denk ik. Want die is uitverkocht. Ja, maar ze spelen ook wel vaak ook tegen echt... Ze spelen ook wel seizoenen tegen Rode Ster en Partizan. Maar ja, Johan Cruijff Arena is denk ik wel groter. Ja. Ja, maar die fans die maken 20 keer zo'n kabaal als in de Johan Cruijff Arena. Ja, de F-site maakt kabaal als ze dat willen. En als ze dat niet willen, doen ze het ook echt niet. Ja, ze maken het eerste 10 minuten kabaal. Ze maken het eerste 10 minuten kabaal, totdat ze weer scoren een keertje. En als ze niet scoren, dan blijven ze de hele wedstrijd stil. Zo'n Ajax tegen Emmen, maar dat alleen maar de Emmen-fans. En die waren maar met 100 man. Kan je nog die wedstrijd herinneren? Dan... Ja. Die eerste wedstrijd tegen Bodo Glimt. De afgelopen keer was toen ze 2-0 achter stonden. En toen maakten ze de 1-2. En zag je het stadion opwinden toen, in één keer. Het was echt een compleet andere sfeer geworden. Ja, maar dat kan dus bij Ajax. Kijk, weet je wat het is? Ik moedig mijn club aan en dat doet onze fanatieke aanhang ook. Al staan we 4-0 achter, we blijven onze club altijd supporten. En bij Ajax is het zo, staan we achter, is het de hele tijd dit. Oh. Maar daar gaan mensen in de rust weg als ze 3-0 achter staan. Ja, dat klopt. Of ze gaan ineens het of hoofdgebouw bestormen. Ja, of ze gaan inderdaad hun eigen stadions lopen. Maar af en toe hoor je dan ineens, als ze ook al zeg maar 80 minuten wil hebben uit, hoor je dan af en toe ineens zo... Ja, zo door zo'n microfoontje. Verder hoor je maar die kan ik ook niet serieus nemen. Met die megafoon. Maar Ajax en de F-site zijn ook alleen maar speakers, hè? Ja. Ja, de enige die een beetje meedoen. Als ze überhaupt meedoen. Ja. Maar goed. Om het kopje Ajax verder af te ronden. Als ze weten te winnen van Vojvodina. Die heeft trouwens ook mooie shirts. Die lijken op Feyenoord namelijk. mogen ze het opnemen tegen Panathinaikos? Of, dan moet ik het goed uitspreken, FK Botev? Nou, daar weten we de uitslag al van. Nou, uitslag niet, maar Panathinaikos gaat daar wel van winnen. Ja, en mocht het toch op holle buiken waar ze voor elkaar krijgen om toch te verliezen... Ik kan het me eigenlijk niet voorstellen, maar mochten ze het voor elkaar krijgen, dan mogen ze het, hebben ze, denk iets pittiger, of ja, niet pittig, maar lastigere wedstrijd tegen Maribor of de universiteit is het, van Cracovia. Dus een universiteitsclub een beetje. Zou ik gewoon een spelling hier al volgen? Ik denk dat Ajax gaat verliezen. Sterker nog, ik denk dat als Ajax uit de Europa League dondert, nog in die voorrondes, dat er heel veel spelers weggaan. Die willen natuurlijk niet weer in de Conference League voetballen. Nee. Maar ze gaan toch sowieso al niet voor de kwalificatie van de Europa League. Jawel. Was het nu juist? Ja. Wat was de vraag? Dat wordt het niet. Nou, of het nu nog wel of geen voorronde Europa League was, maar dat is het juist wel. Ja, het is, ja, voorronde. Het is, ze noemen dit meer de play-offs. Pas vanaf als je vlakbij de competitiefase bent, is het pas de voorronde. Ja, nou oké, dat mogen ze zelf uitmaken. Ja. Want als Ajax deze wedstrijd verliest, stroomt het in de voorronde van de Conference League. En ook dat kunnen ze nog verliezen. Ja. Maar dat lijkt me wel onwaarschijnlijk. Dat is de derde volgende ook pas. Ja. Dus als ze dan weten ze weer dat... Ja, dan hebben ze geluk dat ze goed zijn. En waarschijnlijk een van de beter geplaatste teams zijn. Maar als ze dan slecht waren geplaatst, hadden ze zo ook eens tegen Chelsea kunnen komen. Weet je wat ik altijd zo mooi vind, dat Ajax support? Dan moet ik opeens aan denken. Ajax had een heel slecht seizoen. Verloren 6-0 van Feyenoord. Stroomde in de Conference League. Wat je leest je op social media. Ach joh, dan winnen we de Conference League wel even. Ja, succes. Het fijne dat er stond is duidelijk beter dan wat Ajax nu is. Ja. Ik vind het wel mooi. Maar ja, ook AZ dat heel ver is gekomen. Ik bedoel, niet dat Ajax dat even gaat presteren, hoor. Nee. Maar voor iedereen, Lars, voorspelling. Ajax voor Vojvodina, vandaag of morgen. Morgen.
Ajax speelt thuis, hè? Ja. 0-2 voor Florentina. Dimitri? Ja, ik hou voor een 0-2. Jason? Voor mijn vriend Niels, 5-0 voor Ajax. Luc? Ik hou het op 2-1. Ik zeg 5-1 voor Ajax. Ah, nee. Pas weer houdt dat dan 0. Voor Jovodina krijg je geen kans. Ja, pas weer. Ja, elke kans kan erin gaan met Pasveer. Maar moeten we daar wel van vinden van Pasveer? Let op mijn woorden. Pasveer valt uit in de eerste minuut. Pasveer valt uit met een stijve rug. Pasveer is een hele kerel. 40. 40. Hij is echt heel oud. Nou, dan moet ik zeggen. Weet je wat het is? Vroeger was het altijd Buffon, ja. Dus nog steeds geweldig dat hij voetbal keept. En nou pas weer, ja, die is nog iets jonger als toen Buffon stopte, volgens mij toch? Ja, maar echt, wat ik met pas weer heb, voor mijn gevoel is hij echt pas doorgebroken toen hij 35 was of zo. Ja, zoiets. Ja, dat is ook wel een leeftijd. In die bekerwedstrijd hij is toen van pas. Ja, hij is toen echt pas doorgebroken toen hij bij Vitesse ging keepen. Ik bedoel, de rest van zijn carrière was toch niet heel bijzonder. Volgens mij niet eens zo bad. En bij Vitesse lukt het mee. Bij PSV gezeten, bij Heracles gezeten, bij Twente gezeten. Feyenoord niet. Nee, ik kan excuses. Ik had het verkeerd gelezen. Lamproef was dat volgens mij. Maar wanneer heeft hij... Wanneer is je eigenlijk voor het laatst in de basis geweest? Pas weer? Pas, geen ja. Idee. Ja, geen idee. Een paar jaar geleden? Ik ga het nog zoeken. En ja, het denk ik of zo, misschien allemaal. Nee. Ja. Was dat die nog toen ze Roelie ging halen dat hij nog keepte? Nee. Oh, prima kunnen. Nou, ja. Ik dacht dat ik me een verhaal kan herinneren dat hij opeens zo geslaagd of het werd omdat hij kwam. Oh ja, ja, dat je het zegt. Toen ging Onana weg natuurlijk. Ja. Ik bedoel echt dat Roelie kwam. En Pasveer was, dacht ik, nog wel eerst de keeper toen. Ja, of wie was er anders? Stekelenburg was al geen eerste keeper meer, dacht ik. Dat zal ik wel. Vermoedelijk. Nieuwsgierig. Oh, vertel eens even. Remco Pasveer in de verdediging maakt de 18-jarige Dies Jansen naar verwachting zijn debuut. Josef Suteloos staat daarnaast. Jansen, afkomstig uit Zeeland, liet een sterke indruk achter in de voorbereiding op de vleugelverdedigingspositie. Dan zien we Divine Ranch en Jorrel Hato. Hato weer als back? Oké. Okay. Henderson, Kenneth Taylor, Fitz Jim, Berghuis en Chuba Akpom. Van Fitz Jim verwachten ze ook opeens iets, omdat hij opeens twee mooie acties heeft laten zien. Ja, nou, bij Excelsior vonden ze het ook heel leuk. Bank. Ja, precies. Hoe snel kan dat gaan? Of eigenlijk gewoon niet heel best. Ik denk dat dit te snel gaat. Maar bijvoorbeeld die Jansen. Ik had ze toevallig opgezocht. Die gozer is 18. Hato ernaast, 18. Man heeft een training afgezegd om zijn trekkerrijbewijs te halen. Ja, ja dat is ook zo'n verhaal. Ja, maar zullen we Ajax afronden? We zullen Ajax afronden. Ja. Dan gaan we door naar de mooiste club die donderdagavond moet spelen. Ja, go ahead. Daar heb ik echt een zwak voor. Go ahead, wordt niet heel veel mensen. Ja, die hebben een prima voorbereiding gehad. Die hebben met 3-0 gewonnen van Telstar. 3-0, maar het is een KKD-clubje. Je weet wel waar je het over hebt. 3-2 hebben ze gewonnen van Almere City. Dan hebben ze 2-1 verloren van Royal Union Sint-Gilloise. Ja, dat is wel knap. En met 1-2 gewonnen van Genk. Dat is ook wel goed. Ja, ik denk oprecht wel dat Go Ahead veel kans heeft. Met een gekke adelaarshorst achter zich. Go Ahead gaat natuurlijk vol voor de winst. Ja. En SK zou op zich wel kunnen. Dus, ik denk dat Brand nog dat is de tegenstander. En die hebben geen goede vorm, zo te zien. Die hebben in de laatste 4 competitiewedstrijden, dat is de competitie al, hebben ze verloren van Streumskjert. Ze speelden daar gelijk tegen 0-0. Ze hebben met 5-1 verloren van Burdeklint.
Ze hebben met 1-1 gelijk gespeeld tegen FC Hagenzoen. En met 1-1 gelijk gespeeld tegen Sarpsborg. Waar ook de... Waar natuurlijk ook de... wat was het ook alweer? Fysio rood kreeg, toch? Het opvallende is wel dat Bram tweede staat in de Noorse competitie. Ze stond maar bovenaan. Ja. Maar dat hebben ze dus eigenlijk weggegeven de laatste weken. Ja, ze hebben de laatste 4 wedstrijden geen één wedstrijd gewonnen. Moet ik er wel bij maar Go Ahead... Oh ja, ga jij maar eerst. Nee, ik wilde zeggen over Go Ahead. Die zijn natuurlijk ook spelers kwijtgeraakt als Willemsen, Rommens en zo. Wat ze voor terug hebben gehaald kan op zich wel succesvol worden. Ik weet niet of dat er meteen staat. Maar ze hebben ook nog een paar blessures wat ze natuurlijk ook niet gaat helpen. Dus, en zeker als je dan de eerste wedstrijd gaat spelen. Ik denk dat die Soerai een van hun smaakmakers gaat worden. Die heb ik vorig jaar gezien met Dordrecht. Was een prima spelletje. En dat Soerai speelt met Go Ahead, toch? Ja, nou, daar verwacht ik ook wel wat van. Maar ik las toevallig dat hij een van die namen is die niet meedoet morgen. Ai. Dat zal gemist worden. Ja, wie hebben ze dan nog bij Go Ahead? Ze hebben die Twicht gehaald van Volendam. Oh ja, Twicht. En Edwardsen hebben ze natuurlijk nog. Ja, die ene doet ook niet mee. Die links buiten. Die ene Edwardsen. Oh. Andere. Oh. Jammer. Ja, ze hebben zoveel namen, joh. Ik ben het al helemaal kwijt. Maar ze hebben ook half Scandinavië gewoon aangetrokken. Ja. Het is wel mooi dat ze dat ook tegen Scandinavische ploeg moeten. Ik weet wel dat Go Ahead Eagles godsveel geld heeft gekost om dit stadion UEFA klaar te maken. Er moest een nieuwe grasmat in, er moesten nieuwe lampen in, de staanplaatsen moesten weg voor safe standing plaatsen. En dat was het. Ja, dat is wel jammer, hè. Ik vind het wel echt jammer dat de UEFA niet toelaat dat ze staanplaatsen niet mogen laten. Is dat echt puur en alleen dat clubs daarna overgaan omdat de UEFA het niet wil? Of is het nu ook echt dat de KNVB het niet wil? UEFA. Oh. Is de UEFA de baas over de clubs? Volgens mij komen er juist steeds meer staantribunes in Nederland. Europees wel. Europees maar ja, als je Europees gaat spelen, dan moeten ze weer weg. Ja. In de Kuip heb je nog geen staanplaatsen. De UEFA is sowieso anti-staan, want toen Nederland die Gelbenwand had, dan kon je niet, want dat is normaal een staattribune, daar stonden opeens allemaal stoeltjes. Ja. De hele tribune vol. Ja. Wat voor geld heeft dat ook wel niet gekost. Alleen omdat de UEFA wil dat het iets anders loopt dan hoe het anders gaat. Je kan gewoon prima staan. Ik snap de haat daar niet tegen. Bij een uitwedstrijd bijvoorbeeld. Als ik naar een uitwedstrijd van Emmen ga, iedereen staat. We gebruiken de stoeltjes niet eens. Ja, in de rust misschien om even op te zitten, maar dan houdt het ook wel op. Ja, precies dat. Ik ook. Als ik naar Feyenoord ga, zit ik vaak op een van de twee tribunes waar het doel staat. Daar moet je eigenlijk ook altijd al staan. Maar ik vind dat ook niet meer dan normaal. Ik weet niet, dat is zoiets of zo. Ik ken niet zozeer anders als ik echt... vroeger ging ik nog wel eens boven zitten, een beetje in de hoeken, maar... Oprecht, dat zitten is ook niks voor mij. Ik kan niet stilzitten, dat kan ik niet. Nee. Ik ook niet, taal niet. Helemaal zo'n wedstrijd. En dat is ook grappig, want ik zit bij Sparta juist op de plek op de tribune, waar ze juist wel allemaal zitten. Al zit ik wel dicht in de hoek waar... Best veel lawaai vandaan komt van de Spannenaren, die er eigenlijk gewoon sfeer maken in het stadion. Maar als ik dan ga staan, dan wordt al heel snel gevraagd of ik ga zitten. Dat is echt dan weer een hele andere beleving. Maar eigenlijk kan ik niet stilzitten. Ik snap wat je bedoelt, want Emme heeft ook zo'n kant. Dat is bij ons de Noordtribune, daar heb ik ook heel lang gezeten. En als je daar gaat staan, dan ga je nog zitten. Maar het is wel op, wat ik zeg, die Spannenaren zitten in de hoek. Maar het is wel aan dezelfde tribune, dezelfde zijrecht. Ik zit tegenwoordig bij de feestmakers en daar mogen we wel gelukkig staan. De feestmakers? Ja, zo noem ik ze, de feestmakers. Oh, ik dacht dat ze zo zichzelf wedstrijd. Ik dacht dat ze zo zichzelf noemden. Nee, ze bij dat ons heet bij ons heet de fanatieke aanhang, de Brigata Fanatico. Oh, dat is wel redelijk normaal. Oh, daar moet ik toch? Ik denk dat ik zijn. Nee, maar is daar ook echt iets van de laatste jaren, denk ik, hè? Dat je moet staan op de fanatieke kanten.
Ja, dat is gewoon hoort erbij. Het hoort, ja, wij kennen niet anders, maar mijn vader vroeger, die had een seizoenskaart vroeger, die zat in zijn eerste jaar zat die altijd, maar naarmate eigenlijk richting de 2000 begonnen ze te staan. Ach ja. Is volgens jullie Go Ahead dan een beetje de favoriet? Of juist nee. Niet? Nee. Daar af inderdaad. Ik denk het niet. Is, nou, hoeveel is Go Ahead ook alweer geworden? Dag de negende. Ja, negende. Sparta werd achtste. Go Ahead negende. Is er nummer 9 van Nederland beter dan nummer 2 van Noorwegen? Als ik brandsupporters moet geloven, wel. Ja, op X, hè. Ik zeg niet alle, maar de brandsupporters zijn best bang voor Go Ahead. Puur en alleen omdat ze in de Eredivisie spelen. En het Nederlandse voetbal staat best bekend omdat het gewoon best wel hoog niveau is. Dus zij vinden Brand zeker niet de favoriet. Ja, maar het is ook heel raar om te bedenken dat Nederlands voetbal een van zoveelste hoge niveaus is. Terwijl wij Nederlanders juist negatief zijn over onze eigen competitie, hè? Terwijl dat gewoon totaal niet nodig is. Ja. Het klinkt al heel erg arrogant, maar ik zou ook niet zozeer zien of een Red Bull Salzburg uit Oostenrijk of een Celtic uit Schotland kampioen zou worden in Nederland. Dat zijn een beetje, zeg maar, ploegen die dichtbij staan. Wat wij de kleintjes tegenover, noemen, daar hebben hun, gaan hun het nog enorm moeilijk tegen krijgen. Want onze kleintjes zijn denk ik echt wel beter dan dat wij denken. Nou, Vitesse heeft me enorm verbaasd een paar jaar geleden, dus... Maar ik heb het nu even over een Almere, een Heerenveen bijvoorbeeld. Pardon? Ja, nee, maar je snapt wat ik bedoel. Je snapt wat ik bedoel. Heerenveen gaat dit seizoen goed. Nee. Heerenveen gaat dit seizoen hoog eindigen, hoor. Ja, nee, maar Heerenveen behoort niet tot de grote clubs. En de grote clubs zien elke club daaronder als kleintjes. Ja, ik vind Nederland een beetje vier grote, drie grote clubs. Dan betrek ik AZ er niet bij, ja, maar nee, die spelen ook wel ieder jaar. Vier, Twente is groot. Ja, maar ik bedoel meer ook qua AZ speelt ook wel ieder jaar Europees natuurlijk. Dat wisselt echt met het jaar. Ja. En ik denk dat Twente nu een beetje de vaste kracht gaat worden daar, denk ik. Denk wel, ik verwacht meer van Twente dan AZ op dit moment. Ja, ik ook. Twente gaat, ik wil niet zeggen zich kwalificeren voor de Champions League, maar als dat lukt, is het een wereldprestatie. Ja, eens. Ja. Maar op zich, AZ, dat speelt nu in de voorbereiding in elke wedstrijd 6-0 of zoiets. Ja, gewoon een hele grote uitslagen. Die hebben net met 3-1 gewonnen van Aris. Maar ik denk wel clubs. Maar ik denk wel. Na AEK hebben ze met 6-0 gewoon gewonnen. Ze met 6-1 Atalanta, van... nee. Met 6 van Noordjesland hebben ze met 6-1 gewoon gewonnen. Excelsior Rotterdam 8-0. Ja. Met Excelsior Rotterdam. Athene 6-0. Die tegenstanders ken ik dan misschien, nou ja, tenminste ik weet niet met wat voor spelers die hebben gespeeld, kijk dat dus minder goed. Maar waarom begin ik over AZ? Ik had echt, tenminste met wat er allemaal weg is gegaan, vind ik het knap als zij iets kunnen presteren op Europees niveau. Ja, AEK maakt het Marseille, Brighton, Ajax best lastig vorig jaar in Europa. Ja, ik heb die pool al gevolgd, want ik ben voor Brighton in het buitenland, maar... ik vond ze best goed spelen, AEK. Maar wie hebben ze daar nog allemaal? Ik ken die hele club. Ja, ik ken de club natuurlijk wel, maar ik heb geen idee. Ik bedoel het niet met een B-team, want dat lijkt mij niet als jij met een hoofdteam speelt dat jij 6-0 eraf gaat van AZ. Dat lijkt me wel sterk. Ik vind het wel knap hoe we van Go Ahead Eagles weer bij AZ zijn gekomen. Ja, kom op. Maar in ieder geval, als Go Ahead wint, wat ik wel zie kunnen, gebeuren. Dan moet ze het opnemen. Ja, dan moet ze tegen het IJslandse Valur of het Schotse Sint Mirren. Zouden ze daar ook hoge ogen tegen kunnen gooien? Oprecht, denk ik denk dat dit de moeilijkste tegenstander is voor de Go Ahead in de hele voorrondes. Ja, ik denk dat ze de meeste uitschakelen, dan komen ze wel verder.
ligt eraan hoe ze tegen wie ze moeten in de play-off ronde, dus maar de laatste ronde voor dat de... is altijd zo, daar heb je even geluk bij nodig. Maar als dat een beetje mee zit... Ja, had Twente niet afgelopen jaren. Nee, oké, okay, maar... Maar ja, dan tref je wel echt... Dan tref je aan het eind, tref je gewoon een van de sterkste teams. Ja. Daar ga je de vraag, dat kun je zelf ook wel bedenken. Maar dat kan natuurlijk ook doen. Maar hoe Twente vorig jaar ook in één keer... Eerst Riga... Als tegenstander had vervolgens Fenerbahçe. Nee, ja, dat moet Goed dus niet hebben. Hammarby ook nog, toch? Ja, maar Hammarby... Oh ja, het was de laatste. Ja. Ja, oh ja, Hammarby was de eerste wedstrijd. Ja. Dan ging het nog hebben ze ook nog lastig tegen gehad. Ja. Kijk, er zijn momenteel vijf clubs... die al zeker zijn van de main pad ronde, zeg maar, van de laatste ronde. Dat zijn Chelsea, Fiorentina, Real Betis, Heidenheim en AC Lens. Hoor ik nou echt Chelsea? Ja. Wat is die club in Groningen allemaal aan het doen? Chelsea, Heidenheim. Wat doet Chelsea in de Conference League? Ja. Dat is de vraag. Nou ja, wat zijn ze dan nog geworden het afgelopen jaar? Ik bedoel, het verbaast me eerlijk gezegd dat ze nog Europees spelen. Zevende volgens mij nog zo. De zesde. Want United is zevende voordeel hebben Europa League, omdat ze de FA Cup wonnen. Heeft Moederik opeens Maar dan hebben ze opeens wel een eindsprint gehad, want volgens mij stonden ze echt het hele seizoen op de tiende plaats of zo, of nog lager zelfs. Ja, ik denk dat het voor dit jaar ook niet veel beter gaat worden, eerlijk te zijn. Kijk, ik heb verder bekende namen die in de Conference League zitten momenteel. Natuurlijk ook nog degeneren uit Europa en Champions League. Austria Wien. Die zullen wel zullen ze waarschijnlijk al in het kantje van Chelsea komen. Djurgården, Gent. Ja, Victoria Guimaraes. Sint-Gallen. Denken jullie dat het redden? Over wie hadden we het? Go ahead. Jawel, Eagles gaat dat denk ik wel redden. Ik hoop het gewoon voor ze. Ik gun het ze zo erg. Maar het moet echt wel kunnen hoor. Ploeg, ja. Als ik het een andere ploeg gun die momenteel Europees speelt, is het Go Ahead. Ja, maar Go Ahead, weet je, dat is ook zo goed voor het Nederlands voetbal. Als ze het halen, dan laat het Nederlands voetbal ook maar zien dat het gewoon echt geen slecht niveau is. Maar ook hoe je dan in 3 jaar kan groeien van de KKD naar Europees voetbal. Geeft ook alleen maar een stimulans, denk ik, voor de Nederlandse competitie. Dat is toch hetzelfde als wat er met Twente gebeurd is. Ja, maar weet je wat het is? Ja. Met Twente had ik het oprecht wel verwacht. Want Twente heeft natuurlijk een hele grote achterban. Dat zegt natuurlijk niet alles, want dat heeft bijvoorbeeld NAC en Willem II ook. Maar Twente is gewoon zo'n grote club. Met zo'n grote geschiedenis. Gewoon 1 keer landskampioen van 12 jaar geleden of zo, dacht ik toch? Geen idee. 15 jaar ondertussen. Maar in 2010. Ieder geval, dat is nog niet zo heel erg lang geleden op zich. En ik denk, ik had al verwacht dat Twente terug zou komen. Ik bedoel, van Twente hoort daar gewoon... Maar je hebt ook al op het randje van afgrond gestaan, net als Vitesse. Dat klopt. Wel anders. Maar Twente had wel het geluk dat de gemeente ook wou meebewegen met hun. Ja, dan wordt het echt veel makkelijker om terug te keren natuurlijk. En, want ja, Vitesse kan die investeringen niet doen die ze willen doen, omdat ze daar gewoon geen geld voor krijgen, behalve dat de Guus Franke dat moet gaan geven dus. En deze prestatie van Twente is nog knapper, hè? Want Twente heeft gewoon nog schulden. Alleen, ze hebben gewoon een heel lucratief, hoe noem je dat... deal met de gemeente gesloten. Dat is echt heel slim. Sorry trouwens. En hebben ze gelijk bij andere gemeentes. Ja. Sorry als mijn geluid daar anders is. Mijn microfoon die... is er mee gestart. Niet meer in. Oh, ik ben zelfs even een minuut uit geweest omdat mijn verbinding weg was. Ja, dat had ik al gezien. Ik denk van die had er geen zin meer in. Ja, opeens. Ik weet niet wat er gezegd is, maar ja. Nou, niet heel veel bijzonder. Niet heel veel volgens mij. Nee, ik ben gewoon weer aangehaakt, dus ja. Hoe ver zitten we in de tijd momenteel? Want dan gaan we naar het... We hebben 1 uur en 13 minuten, dus dat is lang zat, denk ik. Maar ik wil nog even 1 ding zeggen. Ajaxide, Arno Vermeulen heeft jullie heel veel hoop gegeven met de uitspraak. Ajax heeft een prima selectie om 4e of 5e te worden in de Eredivisie. En daar moet je mee doen. Wat heeft Valentijn Driessen gezegd? Dat Ajax degradeert. Heeft Driessen gezegd? Nou, wel mooi zijn voor de Nederlandse kampioen.
Maar je moet juist hopen dat Van Aanholt er ook weer mee gaat. Tenminste, dan moet Ajax hopen. Ja. Ik kan me echt even spanning herinneren. Om het laatste stukje af te ronden, want dan zullen we dan de kruisschaal volgende week bespreken, Jason. Ja, de kruisschaal Jason? Doen we volgende week wel eventjes. Want er is nog zit nog een dikke week tussen, hè, natuurlijk. Ja, en dan, daar kunnen we ook wel een hele uitzending mee vullen, denk ik. Ja, dan zorgen we dat we even twee PSV'ers, of twee Feyenoorders en twee PSV'ers hebben misschien. Ja, dan moet je, ik weet niet, we hebben niet zo heel veel PSV's in de server, maar... Nee, jongens, ik heb nog wel een interessante nu we het toch over PSV hebben. Ze staan 1-2 achter van, tegen SC Eindhoven. Huh? Oh. Oh, dan moeten we even kijken. Maar wat is de opstelling? Ze spelen wel met Peppy. Ze hebben een paar goede spelers erin staan, maar er was er ook zo'n gozer van 16 of zo, 15 zelfs die erin stond. Ja, die staat er nu de weer. Pikachu heeft geschort. Het is niet het beste PSV, zeg maar. Nee. Maar er zitten wel een paar interessante spelers tussen. De Lichtstad Derby gaat gewoon eindelijk een keer gewonnen worden door Eindhoven. Ah, vorig jaar ook, toch? Of 2 jaar geleden of zo? Volgens mij niet, toch? Kan ik me niet herinneren. Ik ook niet. Volgens mij wint PSV bijna altijd. Ik dacht wel dat het een keer 5-0 werd of zo. Dat is het een beetje. Die Peppy heeft het. Om het stukje Go Ahead ook af te ronden verder. Ja. Jason, voorspelling. Go ahead, FC Brand. Wat zei je? Had ik dat nog niet gedaan of was het Ajax? Nou, maakt het ook niet uit. 3-0 voor Go Ahead. Was Ajax. Luc. 1-1. Lars. 4-1. Go Ahead. Dimitri. Zo. 3-1, Go Ahead. Ik zeg 2-1. Go Ahead. Op wat wedden we 10 euro? En daarmee is deze aflevering alweer over. Volgende week gaan we dus echt de kruisschaal bespreken. Denk ik, in ieder geval. Ja, dat is wel de bedoeling. Moeten we nog even een datumpje voor prikken? Want ja, we zijn een beetje afhankelijk van iedereen zijn agenda. Maar ja, volgende week wordt die wedstrijd gespeeld, dus dan moet het ook wel. Ja, dan moet het ook wel. In ieder geval voor zaterdag sowieso komt die online. Join natuurlijk ook zeker de Eredivisie Discord, want daardoor is deze podcast ook mogelijk gemaakt. De linkje staat in de beschrijving van YouTube en op de Spotify pagina. Ja. En aarzel zeker niet om aan mij of Jason te vragen of je mee mag doen. Want hoe meer zaligheid, zeggen ze altijd. Hè? Bij ons is het hoe meer dan, vreugde, maar... Ja, ook. Dat dacht ik. En dan, maar jullie zijn nog vergeten iets te zeggen. Oh. Volg ons zeker nog even op Instagram. De Eredivisie Kantine. Oh ja! Oh ja. Zijde ze ik hoor. Ik heb dat Instagram niet aangemaakt. Volg ons ook op TikTok. We hebben ook een TikTok-account. Dat wist ik ook niet. Ja, die heb ik sinds kort aangemaakt. En dan bedank ik jullie voor het luisteren. Volg ons op Insta, volg ons op TikTok. Beide staan in de beschrijving. Join de Eredivisie Discord. Bedankt Lars en Luc voor het meedoen. Dankjewel. Graag gedaan. En Dimitri trouwens ook. Dankjewel. En Jason, natuurlijk niet te vergeten. Dank u. En dan bedank ik jullie voor het luisteren. En dan heb ik nog maar één tegen jullie te zeggen. En dat is later. Joe. Yo.